Champs, goed om jullie weer te zien. Ik zit hier naast mijn grote vriend Wilson. Alledeen, alles goed, jongen? Ja, altijd als ik jou zie. Ik hoop dat het met jou ook goed gaat. Alles gaat goed, ja. We hebben wel een beetje een slecht bericht voor de kickboxwereld. Dat is het overlijden van Rob Kaman, 63-jarige leeftijd. Ja. We zitten nu in 2024 en we zitten in de Rico's van deze wereld. En daarna, daarvoor nog de Barres van deze wereld. En noem ze allemaal maar op. Ik heb het nu een beetje over de heavyweights. Rob Kaman is een grondlegger van het kickboksen in Nederland. Van het Mejiro Gym. Hè, dat, je hebt ooit 4 van die kerels gehad die naar Japan gingen. Eén daarvan was Jan Plas in de jaren 70. Die gingen daar karate trainen en die ontdekten het kickboksen. Wat de Japanners weer overgenomen hadden uit Thailand. Maar die hadden dat meer op full contact karate gebaseerd. Dus niet dat clinchen. Die gasten namen dat mee naar Nederland. Die dojo was in de wijk Mejiro. Ik ben nu even een college aan het geven. Heerlijk. Daardoor kreeg je de eerste grote sportscholen in Nederland. Waaronder Mejiro Gym. Dat was echt mijn eerste officiële kickbox gym. Jim, je had natuurlijk ook Tom Haring met Shokuriki. Maar Tom was niet een van die 4 van Japan. Dat was een clubje andere mensen. Nou, van die generatie, André Brilleman, Rob Kaman, is hij. En dat was in de tijd dat een heavyweight kickboxer, dat waren gasten die wogen misschien 2, 3, 84 kilo, max 86. Maar die vochten ook wedstrijden. Je hebt een, Peter Smit, Rotterdam, Rijnmond gebied, Dordrecht. Rob Kaman tegen Peter Smit, die Rob Kaman helaas verloor. Maar dat waren 10 rondes. Wow. Kan je niet voorstellen meer. Nee, dat kan ik me niet meer voorstellen. Dat er gewoon 10 rondes geknokt wordt. En dan had je natuurlijk WKA, PKA, je had full contact, je had Safat. En die Ernesto Hoost, ook Ivan Hippolyte, die vochten al die systemen naast elkaar. Nu even terug naar Rob Kaman. Rob Kaman was een echte kickbokser. Wat je nu ziet is heel veel boksende kickboksers. Maar Rob Kaman, die low kicks van hem, ja, die waren geperfectioneerd in dat Mejiro Gym. Trainen ook veel met Lucien Carbine. Carbine was ook met Jiro, ging vechten, maar begon in Zuidoosten een beetje zijn eigen gym. En volgens mij woonde Rob, dat is mij een beetje onduidelijk, maar die woonde ook een tijd in Amsterdam-Zuidoosten, in de Bijlmer, in Groenveen. Mm-hmm. En ja, die man, die heeft het, er wordt ook gezegd, het was de Johan Cruijff van het kickboksen, dat was hij. Hij was, zeg maar, van de jaren 80 was hij de meest kenmerkende kickbokser in Nederland. Een grootmeester. We hebben de partij tegen Ernesto Hoost gehad. Die Hoost in de laatste ronde verloor. Ja. Hoost was toen de opkomende man. Ja. Verloor van Rob Kaman. Ik dacht 1992 uit mijn hoofd. Wil ik van afwijzen als die datum niet klopt. Of het jaartal. Op KO, hè? Op KO, ja. Terwijl Hoost aan het winnen was. Volgens kennis is dat de beste kickboxwedstrijd ooit in Nederland uitgevochten. En waarom zeggen we nou kickboxwedstrijd Aladdin? Omdat het echt 2 kickboxers zijn. En dat we tegenwoordig wat meer zien. En daar is de partij van Donnie Albena. Ja. Tegen Gebebes. Dat, als je die partij van Hoost tegen Kaman kijkt en je kijkt die partij, dan zie je dat Gebebes op dat moment niet echt aan het kickboksen is. Die is aan het brawlen en heel veel vuisten en heel veel de confrontatie zoeken. Kaman en Hoost, dat is high kicks, low kicks, bodykicks. Wij spreken nog sidekicks die er langzamerhand een beetje uit het kickboksen weg is verdwenen. Dat waren echte kickboksers. En als je die partijen dan zo naast elkaar kijkt, dan moet je voor de grap eens doen. Dan zie je zo het verschil dat kickboksen toen veel puurdere sport was dan nu. Je had zelfs systemen waarbij je verplicht minimaal, ik geloof, 8 hoge trappen in een ronde moest doen, anders kreeg je puntaftrek. Dus er werden allemaal regels ingebouwd om te zorgen dat die benen ook aan het werk bleven. Nou, en uit die tijd komt Rob Kaman. Ik weet goed dat Rob na zijn actieve carrière is hij erg aan het feesten geslagen. Is het een party animal geworden. Tenminste, dat is wat je veel over hem hoort. Ik zag hem ook wel eens in trainen met Jero Gym. Dus ik denk ook wel dat ze tol heeft geëist. Ik weet echt de doodsoorzaak, weet ik niet. Ik hoorde dat hij niet meer wakker is geworden. Ik heb André Mannaert natuurlijk gecondoleerd, die altijd in zijn hoek heeft gestaan van de Jero Gym. Maar
Mr. Kickboxing, en die titel verdient hij echt. Kijk, dat kan je ook zeggen over Ruim Ontdekker. En dat kan je ook zeggen over Ivan Hippolyte. En ook over Ernest de Hoogst en Remy Bonjasky. Maar als we historisch moeten kijken, met de opkomst van die sport in de jaren 70 en de jaren 80 was Rob Kaman, die was het symbool. Pionier. Het was de pionier. Die heeft, voor hem kwamen mensen naar de Jaap Edehal en andere podia vochten in Japan. En dan vind ik toch dat we er even bij stil moeten staan. En absoluut. Dus Rob, rest in peace. En laten we hopen dat wie in het Dynamo als gelooft, dat men barmhartig voor jou gaat zijn. Ja, op internet lees je veel Mr. Low Kick, werd hij ook wel eens genoemd. Die low kicks van hem, die waren zo technisch. Maar jij zegt het is kickboksen, het waren dus en kicks en het boksen, wat je nu steeds minder ziet, hè? Die compleetheid uit een vechter, en daarom haal ik Abena tegen Gebabis aan. Daar is natuurlijk al veel discussie geweest over die partij. Maar daar zie je dat brawlen van Gebabis. Ja, in die tijd was het echt kickboksen. Het was het karate, mensen kwamen uit het karate. Die benen en die combinatie van die benen en het boksen, dat was echt het pure kickboksen van toen. En dat zie je onder invloed van de K1, waarbij spektakel gebracht moet worden, waarbij je niet mag clinchen. Zie je dat die vuisten, die zijn veel dominanter geworden. Hoe vaak zie je nou nog een partij waarbij iemand niet meer op zijn benen kan staan? Nauwelijks. Nou ja, Gökhan Saki toen tegen die Engelsman. McSweeney toen in het Gelderdoom. Dan zie je dat Gökhan, die zag, die gast kan geen low kick schrijven. Ja, die had hij snel door. En toen was het klaar. Ja, maar het is een wapen. Ja, nou ja, je zag dat in de laatste partij van Rico, dat, en mensen weten hoe slecht ik ben met namen, Levy, ook bijna niet meer op zijn been kon staan, of dat nou door een blessure kwam. Maar nu is het knock-out door op het hoofd, of misschien nog een levensstoot soms, maar vroeger in de tijd van Kaman en mensen als André Brilleman was het heel vaak KO op low kicks. En dat is wel jammer dat een beetje weg is. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. 63 is ook veel te jong. Veel te jong, ja. Hij heeft wel, wat ik begrijp, naar geleefd. Zijn laatste jaren. Ja. Maar ja, weet je, dat wil niet zeggen dat je eerst zo'n topsportcarrière hebt. Waarin je echt voor een paar honderd gulden vocht, hè. Ja. Gasten die trainen twee keer per dag. Ja. Voor niet zo heel veel centjes. Het was ook in de tijd dat veel kickboxers ook nog op andere manieren hun geld verdienen. Dat is er langzamerhand ook allemaal uit. Nog niet helemaal. De shady wereld. Ja. Shady wereld. Nou ja, Rob heeft geloof ik ook nog wel eens voor akkefietje in staatshotel gezeten. Maar goed, daar gaat het nu niet om. In binnen de ring was hij een koning. Rest in peace. Rest in peace. En vanuit deze plek nogmaals heel veel sterkte voor de familie en vrienden. En in ons hart zal je voor eeuwig een legend blijven. Sowieso. Historisch gezien absolute hoogtepunt. Jamstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstalk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.